Dit ben ik, samen met mijn vrienden die de meest extreme versie van Tikkertje spelen, midden in de wildernis. Ik moet namelijk mijn vrienden zien te tikken die zich kunnen verstoppen in dit megabos en deze gigantische klif. Er is alleen één probleem. Jullie moeten op jullie blote voeten! Nee. Dat gaat nooit goed komen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik heb ook geen zin in. Die jongens krijgen 5 minuten de tijd om van mij weg te rennen. Succes ermee! Oh nee, oké, okay, let's go, let's go. Auw, auw. Ah, mijn voeten! Ah. Shit, 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 shit. Ah, dat doet zoveel pijn, dat doet zoveel pijn. Dit is niet fijn, ik ga op het gras lopen. Ai, 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 dit is echt helemaal niet fijn. Dit gaat er echt nooit lukken. Ik heb een plan. Ik ga dus naar de overkant, dat komt hij niet zo makkelijk. Auw, auw, auw. Oh, oh, waar ga ik heen? Ik ga echt een van de meest simpele plekken zoeken. Dit doet zo koud hoeveel pijn, jongens. Hier liggen ook alleen maar stenen. Oké, ik heb dus denk ik gewoon een tactiek gevonden. Ik ga denk ik gewoon op het gras blijven lopen. Want Sam die heeft natuurlijk gewoon een beetje een voordeel dat hij gewoon op zijn schoenen kan. Dus ik kan nooit hard wegrennen voor hem. Ah, een doorn. Ah, dat deed een beetje pijn. Hopelijk gaat Sam mij niet pakken. En mijn plan is, zeg maar, ik ga hem lokken naar de overkant. En daarna ga ik snel de grot in. Maar hij heeft wel schoenen aan. Ja, dat is kut. Ik denk dat ik uiteindelijk wel gewoon die cliff in ga, want dat is gewoon fucking vet. Ja, ja, als hij maar daar tikt, dan maakt het hem niet eens uit. Mensen, kijk eventjes naar deze view. Holy shit. Oh. Dit doet zoveel pijn. Ik ga hier mooi veilig in de bosjes zitten. Ik zit hier een beetje rond te kijken voor goede plekjes, maar ik kan niet echt snel iets vinden ofzo. Ik zit hier eventjes op een random bankje te wachten. Dus ze worden zo snel gevonden, ik weet het zeker. Kanus, veel pijn. Oké, op een gegeven moment raak je er wel een beetje aan gewend, maar in het begin doet het gewoon zoveel pijn. En straks wanneer ik weer over die steentjes moet gaan lopen, dan doet het nog veel meer pijn. Ik denk dat ik gewoon hier naar beneden ga lopen, want ik hoop dat ik dan gewoon bij die klip uitkom. Kijk deze locatie trouwens. Het is toch een niet, jongens. Oh, fuck. Wie verzint dit ook? Ik heb hier een nieuwe plek. Oh mijn god. Deze plek kan nog wel zijn, hoor. Ah, ik sta midden in een doorn. Ah, ik zit hier nu wel op een goede plek, hoor. Oh, trouwens mensen. Abonneer even. Volgens mij hebben hier mensen gescheten. En ligt hier wc-papier. Hier heeft sowieso iemand zitten te scheiden. Ik hoor ook gewoon al iemand. Oh, ik hoor Timo. Hey, Timo. Yo. Hey, hey, hey. Kijk, daar is Tobias. Timo hier. Wat een legend. Ik loop even naar Timo toe, even kijken wat zijn plan is. Oh, de 5 minuten zijn voorbij. Tobias, de 5 minuten zijn voorbij. De 5 minuten zijn voorbij, hoor ik net. Oh, ik hoor hem ook. De 5 minuten zijn voorbij, jongens. Ik ging gewoon op mijn heuken zitten, omdat ik niet als eerste heb gevonden. Maar de kans is best wel groot, want ik heb niet een hele goede plek. Ja, de 5 minuten zijn voorbij. We gaan ze zoeken. Ja, en we gaan beginnen bij het bos, aangezien ik nog geen zin heb in deze gigantische klif. Misschien zijn er wel helemaal geen mensen, we zullen het zien. Hey, jongen. Fox. We moeten dit gewoon gaan winnen. Even mensen kijken hoe dik dit is. En besef dat ze ook nog op hun blote voeten moeten rennen. Waar is iemand? Dit is mijn uitzicht op dit moment. Dit is best wat te doen. Probeer hier iemand te zoeken. Waar zijn ze? Auw. Ik krijg heel veel pijn. Wisten jullie trouwens dat Timo van de trap af is gevallen? Nee! Ik dacht dat ik zo goed zat hier. Dani. Kutzooi. Ik zat hier echt zo fucking goed, jongen. Ik hoor Dani schreeuwen. Wat? Dani is gevonden. Dani is gevonden? Waar? Daar, in het bos. Oké, dan moet ik echt wegwezen. Jij bent zo achterlijk, ik zweer het. Dit was echt de beste plek waar ik kon zitten, ik zweer het. Je hebt wel een voordeel. Je mag weer je schoenen aantrekken. Ja, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Kut, nu moet ik terug. Ik dacht echt dat je voorbij liep. Ah, ik kan... Ah! Ik leef weer. Ja, ik ga ondertussen even verder zoeken. Auw, auw, auw. Jongens, dit is echt, geloof me, dit wil je echt niet. Oké, doei Dani. Ik ga in ieder geval weer verder zoeken, want ja, waar zijn ze alleen? Dani, heb jij enig idee waar ze zijn? Natuurlijk niet, en dat ga ik jou ook niet vertellen. Er is hier in ieder geval nog een stuk bos. Wellicht dat hier mensen zijn. Shit, ik hoor hem ook. Ik moet echt weer snel wegwezen hier. Ik kan het zo goed dat hij omheen loopt, want ik kan gewoon niet zien wat er in dat bos gebeurt. Ja, shit, shit, shit. Ik zie hem. Shit. Au, au, au. Oh, ik moet ook niet gaan schreeuwen, want er ogen zijn bij. Hallo. Waar zijn ze nou? Shit, ik moet eigenlijk niet hier beneden zijn, want dan kan ik ze niet zien. Dan weet ik niet waar ze langs lopen. En Sam heeft natuurlijk zijn schoenen aan en ik niet. Dus hij heeft sowieso een voorsprong daarom. Zo, kijk deze klif dan, mensen. Holy shit. Dani, ben je gevonden? Ik hoor iemand stem. Holy shit. Ik hoor iemand stem. Hij hoorde me. Ik ga hem zoeken totdat ik hem gevonden heb. Even kijken in de klif. Misschien is hier iemand. Hey, Sammetje! Hoi!
Timo, godsamme! Ik ga sowieso naar hem toe in die klif. Ja, hij komt deze kant op. Au, au. Ik kan natuurlijk eromheen. Ik kan eromheen, hè, Timo! Kutzooi! Hij gaat hier nooit op tijd komen. Ik moet me gaan verstoppen. Mijn hoofd. Timo, ik ga je vinden. Ik wacht wel eventjes. Natuurlijk niet, haha. Oh, trouwens jongens, ik zie hier hele belangrijke info. Ja, 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 dit is heel interessant allemaal. Oké, volgens mij moeten we weer verder zoeken. Oh. Ik ben echt helemaal bezweet, ouwe. Holy shit. Ik zit dus nu in die klif. Ik moet eigenlijk verder naar beneden, dus wat ga ik doen? Kut, waar moet ik heen? Oh, hier is de lijpgrond, krijg je. Je gaat die me nooit van zijn leven vinden. Maar ik kom door mijn lichaam. Oh, je kan hier wel naar beneden klimmen. Maar ik denk niet dat hij hier is. Ik ga eerst even kijken waar hij mij riep. Ik mag hier niet aan vasthouden, dan ga ik sowieso doen. Op je blote voeten is ook zoveel glad. Je zou denken dat je meer grip hebt, maar echt totaal niet. Kom maar, hij is hier in de hoofdrichting. Stress en dood. Ik ga even hier zoeken. Nee, nee, ook niet. Hè, misschien, oké, okay, Timo is misschien toch wel daar. Weet je, ik ga hier nog gewoon zitten. Ik ga gewoon een beetje afwachten. Ik moet door de bosjes heen. Ik zweem over tering. Waar zijn deze mensen? Het is ook echt heel erg stil. Ze zijn sowieso hier. Au, 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 mijn voet. Au, au. Hier is het ook donker, jongens. Ik zie helemaal niks. Ja, er is daar een grot, maar daar ging niet in. Timo, als je daar zit, moet je er even uit, want dat gaan we niet doen. Hoezo? Oh, Timo! Kut! Timo! Nee, 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 nee! Nee! Timo, ik ga niet in! Ah, kut, sorry! Ah, ik heb zo bijna mijn voeten door jou! Timo! Sorry. Je bent getikt! Ik heb mijn best gedaan. Wacht, shit. Ik heb net Dani gevonden, maar ik heb hem helemaal niet getikt. Shit, ik moet weg voor jou. Dani! Shit! Dani! Ah, mijn tenen. Hoe kom ik ooit naar boven, Sam? Dat maakt mij niet uit, maar ik moet ze maar eerder naar boven, aangezien ik Dani nog moet tikken. Ja, Dani! Hallo? Dani! Dani, kom terug! Au, au, ah! Ah, dit doet zo koud en veel pijn. Ja, ik hoor je schreeuwen, ik hoor je schreeuwen. Ik moet het zien. Help me! Op je blote voeten, lekker voor je! Nee! Ah, dit doet zo koud ja, pijn! Ik heb je getikt! Oh, dit doet zoveel pijn! Ja, we hebben jou getikt, jongen! Ik ga gewoon achter de bosjes kijken, misschien zijn ze daar. Iemand is ze daar gevonden? No way, no way. Oh, mijn voeten! Maar mij niet uit, maar ik moet Tobias nog vinden, dus doei! Dat betekent dus dat Tobias gewonnen heeft, alleen vertel ik hem... Dat betekent dus dat Tobias gewonnen heeft, maar dat vertel ik hem pas als ik hem heb getikt. Dus hij heeft nog geen idee. Volgens mij zie ik hem. En voor duidelijkheid, ik ben dus een paar dagen in de Ardennen en ik dacht, weet je, wat is er nou leuker dan tikkertje spelen? Ah, Tobias, waar ben je nou? Je moet ook rennen, maar ik heb helemaal geen zin meer om te rennen. Potverdorie. Ik moet sowieso deze kant op, dus ik moet de snelweg wezen. Nee, shit, shit. Nee, fuck. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Oh, Tobias, kom eens hier. Nee, fuck. Ah, fuck, mijn voeten. Nee, gun mij, shit. Ik had letterlijk geen kant op. Tobias, ah, ik heb pijn, auw, door de shit. Oh, ik ontvlucht hem gewoon. Ik heb geen zin meer om te rennen. Huh? Ja, uit. Nou, het ding is, hij kan wel blijven rennen, maar hij heeft toch al gewonnen. Oké, okay, gaat er nu zelf bij zitten. Wat een loser. Weer door. Ik heb ook water nodig. Ik heb dorst. Waar is deze Tobias? En nu gaat hij weer op bos in. Nee, dat is lekker fijn. Tobias! Ga hem even lopen hoor, naar je toe. Ik heb wat een verrassing voor je. Blijf daar staan, blijf daar staan. Elders, hè? Tobias! Au, au! Fuck! Oh, nee! Nee! Ja! Ik heb je! Oh. Oh. Ik ren echt vol door die doornen. Maar je hebt wel gewonnen. Gefeliciteerd! Dankjewel. Bedankt voor het kijken, mensen. Abonneer en... Hoi! Later! Wat gingen we dan zeggen? Doei!